Yo gasten, Gamo's hier. Het is eindelijk de nieuwe update in Clash Royale. We hebben nu nieuwe emojis. Er zijn nieuwe kaarten toegevoegd. Gewoon een zieke update is het. Dit is echt de ziekste update, zeg maar, naar Clan War. Dat is niet eens zo extreem lang geleden, maar het spel wordt nu nog veel beter. Dat is super nice. En er zijn momenteel ziek veel aanbiedingen. Die ga ik deze video niet kopen, maar als we de 2000 likes kunnen halen op deze video, ga ik deze aanbiedingen allemaal kopen. Dat is wel ziek. Dan heb ik alle emojis, hebben we een legendarische koningskist en ziek veel coins erbij. Dus als jullie willen dat ik dit allemaal ga kopen, smash allemaal dat duimpje omhoog en dan ga ik dat voor jullie doen. Maar wat we deze video gaan doen is voor het eerst spelen met de nieuwe kaarten. Varkensruiter en nee, varkens tegen sneeuwbal uitdaging. Zo heet de uitdaging. Maar dan gaan we dus spelen met de nieuwe kaarten en dan gaan we even kijken of dat chill speelt. Maar voordat we gaan spelen, vergeet natuurlijk allemaal niet ook even te abonneren en Bowser Army kleding te checken. Link staat in de beschrijving. Maar laten we maar het toernooi gaan spelen. Je kan een magische kist winnen. Je kan die sneeuwbal winnen en je kan hier ook nog van die varkens winnen. Dus op zich kan je best wel wat leuke prijzen krijgen. Maar in principe maakt me dat niet eens zo heel veel uit. Ik wil gewoon nu eventjes met de nieuwe kaarten gaan spelen en kijken of ze een beetje chill zijn. Ik ga nu voor de koninklijke spook. Die vind ik dan denk ik net iets chiller. Magische boogschut. Heb ik wel lekker wat legendarische. Raket of bliksem? Welke zou ik gaan? Ik ga dan denk ik toch maar voor de bliksem. Ik denk dat ik daarmee net iets chiller kan verdedigen. Die battle ram, musketier en zo. Dan is dat op zich wel een chille kaart. Welke van de nieuwe kaarten heb ik? Ik zie nog niks. Maar dat kan nog natuurlijk altijd komen. Ik denk namelijk dat je altijd één van de twee hebt. In ieder geval dat zou me logisch lijken. Wat zullen we doen? We zetten hier wel even een lavahond voor. Om in ieder geval even zijn toren af te leiden. En dan doen we hier ook nog een koninklijke spook bij. Hij heeft in ieder geval die varkens dingetjes. Die gaan sowieso rechtstreeks om de toren af. Dus dan weet ik dat ook. Maar die koninklijke spook kan ze op zich nog redelijk verdedigen. En die skeletten ook. Dan kan die uiteindelijk niet eens zo extreem veel damage doen. Het enige nadeel is dat ik ook niet zoveel damage kan doen. Zal ik nog verder iets neerzetten? Nou, weet je wat? Ik laat het hierbij. Dit is op zich wel prima. Kijk, dan doe ik toch nog best wel wat damage terug. Dan doe ik toch meer damage dan dat ik dacht eigenlijk. Doe nog gewoon even een bliksem. Puur omdat het kan, doen we weer wat damage op storen. En dan hebben ze musketier ook dood. Oké, dan staan we nu al meteen voor. Het enige nadeel is dat ik het eerste potje dus geen kaart heb. Een van de twee nieuwe kaarten. Die hebben dus beide heeft mijn tegenstander die kaarten. Maar misschien dat ik alsnog wel weet te winnen. Wat gaan we verder doen? Oeh, dit is nu wel een beetje fucked up. We doen hier wel even een koninklijke spook bij. Maar hij gaat sowieso met die battle ram mijn toren halen. Doe nog even skeletten erbij. Hopelijk blijft de boel daar redelijk levend. Ja, de boel blijft redelijk levend. Dus dat is op zich wel chill. Dit is niet echt slim. Want op deze manier kan ik gewoon zijn toren neerhalen. Doe hier nog even een magische boogschutter. In ieder geval, ik ga ervan uit dat ik nu zijn toren neer ga halen. Dat lijkt me logisch. Als die koninklijke spook nu even storen haalt, dan gaat dat sowieso gebeuren. Ja, nog één hit. En dan is het goed gekomen. Nice, oké. Eerste toren is neer. Ik zal hier even een koninklijke reus neerzetten. Dan blijft mijn magische boogschutter ook leven. Dat is ook wel net zo chill. En dan zetten we zo meteen een blaaspijpgoblin erbij neer. Die zetten we dan hier neer. Dan hoop ik dat die de prinses namelijk neer gaat halen. En check, check dit dan. Ik hit de hele tijd zijn toren. Dit is echt niet normaal. Kijk, ik denk gewoon dat ik ga winnen met 3 kronen op deze manier. We kunnen even sparen voor bliksem. Is dat nodig? Weet je wat? We zetten... Ah, bliksem, zal ik die hier nu neerzetten? Nou, dat is een beetje overbodig. We kunnen hier in ieder geval even een kanonnenkar neerzetten. En nog skeletten erbij. Om in ieder geval de boel daar een beetje te verdedigen. Maar ik heb al bijna de 3 kronen. Maar ik wil dat natuurlijk wel zo houden. Ik doe hier even zo meteen een blaaspijpgoblin. Ik doe trouwens eerst even bliksem om daar te verdedigen. En dan zet ik zo meteen hier een blaaspijpgoblin bij neer. Die hoeft maar een paar hits te doen. En dan is het zo meteen een kwestie van een bliksem op zijn toren. En dan is hij kapot. Ja, nu is het gewoon één bliksem op zijn toren. En we hebben al gewonnen, maar misschien dat dat niet eens nodig is. Doe nog even een magische boogschutter. De 2 koninklijke spoken, 2 magische boogschutters. Maar we hebben het gehaald. 3 kronen, easy win. Mijn tegenstander bakte er niet heel veel van. Dus dat is op zich wel nice. Maar ik wil even met de nieuwe kaarten spelen. Daar gaat het me vooral om. Dus we gaan gewoon meteen door naar het volgende potje. Ik wil met die nieuwe kaarten spelen. Kom op. Dit zijn allebei kutkaarten. Dit is echt fucked up. Nou, dan ga ik maar voor klonen. Nu ga ik voor de log. Kom op. Een nieuwe kaart. Elektrische tovenaar ga ik dan voor. En nu dan. Oeh ja. Maar de houthakker is ook super chill. Maar ik ga toch voor de nieuwe kaart. Dan wil ik daar gewoon een keertje mee spelen. Want ja... Nu is de kans dat je ermee kan spelen. Trouwens, ze zijn nu ook al in de kisten te krijgen en zo. Dus dat is op zich ook chill. Want ik opende net één houten kist. Echt een heel klein kistje. En daar kreeg ik gewoon een sneeuwbal uit. Dus ik heb de sneeuwbal. Ik heb alleen die varkens heb ik nog niet. Maar ja, dat gaat vroeg of laat natuurlijk vanzelf komen.
Wat gaan we doen? Ik zal hier even een ijsgeest neerzetten. Om een beetje die houthak eraf te leiden, doen we hier elektrische tovenaar bij neer. En dan zetten we hier nog gif neer. Dan moet dit wel te verdedigen zijn, toch? Dan denk ik niet dat hij echt damage kan doen. Nee, dat scheelt. En dan zetten we hier nu de koninklijke varkens ervoor neer. Voor mijn elektrische tovenaar. Oh, kijk, daar was de sneeuwbal. Maar dit ziet er goed uit. Ik denk dat we redelijk wat damage kunnen doen. Nee, want met pijlen en een sneeuwbal verdedigt hij dit niet goed. En dan hebben we gewoon zijn toren. Nice, holy shit, wat zijn deze kaarten, Tio. Het is echt niet normaal. Mijn vorige tegenstander die bakte er echt helemaal niks van. Dat hij zelfs met deze kaarten nog zo hard verloor. Dat is echt niet normaal. Maar we hebben nu alweer behoorlijk wat damage gedaan op zijn hoofdtoren. Misschien dat we nu gewoon weer kunnen winnen met 3 kronen. Zal hier in ieder geval even een lock neerzetten. Om daar wat te verdedigen. Een elektrische tovenaar zetten we hier erbij neer. Misschien dat hij zo meteen hier ook een horde gunstelingen neer gaat zetten. Nee, dat doet hij niet. Een houttakker, daar zet ik hier mijn megagrenner neer. Bof! Dan hoop ik... Ah, shit! Shit. Kom op, die houttakker moet... Oh, nice. Mijn elektrische tovenaar heeft het net overleefd. Dat is wel even heel chill. Dan zet ik hopelijk zo meteen hier in het midden zo mijn varkens neer. Dan doen we twee kanten op. Ja, dat gaan we nu doen. En dan hebben we nu wel weer... Oh, lol. Oh ja, ze gaan natuurlijk allemaal eroverheen. Als je ze twee kanten op wil hebben, dan moet je het natuurlijk anders doen dan hoe ik het nu deed. Maar op zich is het ook dikke prima. Want check dan, we gaan gewoon bijna zijn toren neerkrijgen. Nice! En we doen ook weer vet veel damage op zijn andere toren. We zetten hier nog even gif bij neer. En dan is die prinses ook dood. En dan hebben we gewoon bijna zijn hoofdtoren al te pakken. Niet normaal. Dit gaat echt zo lekker. Wat een zieke kaarten zijn dit. Wat gaan we verder doen? Ik ga zo meteen denk ik even magische... Nou ja, ik doe deze megaridder hier achter neer. Of nee, weet je wat? Ik ga iets rustiger neer beginnen. Doe ik elektrisch tovenaar. En dan zo meteen doe ik gewoon voorin de 4 van die Hog Riders. Of hoe je het ook wil noemen. Varkens moet je het eigenlijk noemen natuurlijk. Boom! Dan is die megaridder denk ik nu daar dood. Of ja, van hem. Dan zetten we nu hier die koninklijke varkens neer. Oeh, dat was niet heel slim. Want het zijn net troepen van hem die hij daar neerzet. Maar we hoeven maar een paar hits te doen en dan ben ik al tevreden. Ja, we hebben wel wat hits gedaan, maar niet genoeg eigenlijk. Dat is een beetje fucked up. We doen even elektrische tovenaar hier neerzetten. Wat gaan we verder doen? Doen we hier nog even speergoblins. En zetten we hier nog even een lord neer. Om in ieder geval wat extra te verdedigen. En dan doen we nog een keer zo'n aanval als wat ik net ook deed. Dan moet dit toch wel voldoende zijn. En anders zetten we eventueel nog gif neer. Maar ik denk dat dit al voldoende is. Ja, dit is al voldoende. Nice, wat een super chille kaarten zijn dit. Tweede keer met 3 kronen gewonnen. Holy shit, wat gaat dit lekker. Op deze manier gaan we wel heel snel door deze challenge heen. Heb ik mijn opdracht nu ook al voltooid? Want hier wordt al gevraagd naar die kaarten. Nou ja, ik heb er zelf ook nog niet echt veel, dus ik wil ze even houden. Ja, ik heb nu al mijn opdracht voltooid, want je moet 6 kronen halen. Nou, dat heb ik na 2 potjes al gehaald. Dus dat is super nice. Wat coins erbij. En dan gaan we wel richting die prijzen, de wat grotere prijzen. We gaan nog even 1 laatste potje spelen voor deze video. En dan wil ik die ook nog even winnen. Goblin Bende. Kom op, ik wil eigenlijk de beide nieuwe kaarten. Dat zou heel chill zijn. Dan ga ik nu voor gif. Gunstelingen of mega gunstelingen? Ik ga voor de gewone gunstelingen. Dan hoop ik dat ik nu ook die sneeuwbal heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, ik heb ze beide. Nice, oké. Dan hebben we nu voor het eerste potje met beide kaarten. Ik begon met geen 1 nieuwe kaart. Toen 1 nieuwe kaart. En nu heb ik ze allebei. Dus dat is wel chill. Weet je wat? Ik ga 2 kanten aanvallen. Doe het op deze manier. Doe ik hier trouwens even gunstelingen. Zet ik hier een ridder voor om hopelijk die babydraak af te leiden. Dat gebeurt helaas niet. Is een beetje fucked up. Die ballon die kan net een hit doen. Oké, dat is echt een beetje zuur. Doen we even Goblin Band de 2 kanten. Nice, ze doen trouwens wel echt ziek veel damage. Dat is op zich wel een voordeel. Check dan hoeveel damage we hebben gedaan op die linker toren. Ik zal hier even Ice Golem neerzetten. Ja, ik kan nu niet beide kanten verdedigen. Dat is wel een beetje fucked up. Ik zal hier even een sneeuwbal doen. Boom! Dan wordt het in ieder geval wat vertraagd, die troepen daar zo. Dus dat is op zich ook wel chill. En hier ga ik zo meteen een lock neerzetten. Dat doe ik nu wel. Oh shit, die was net te vroeg. Wat stom. Dan heeft hij nu daar mijn toren. Oké, dan moet ik de volgende keer even iets beter doen. Dat vind ik altijd wel lastig inschatten met die skeletten, Tom. Daar heb ik nog niet vaak tegen gespeeld. Hier even gunstelingen neerzetten. Hij zet weer een babydraak neer. Had ik al wel een beetje verwacht. Nu moet die ballon wel eerder kapot. Dat gebeurt ook. En die babydraak gaat zo meteen ook wel dood. Maar heeft hij best wel wat damage kunnen doen. Ik heb niet echt de ideale kaarten momenteel. Ik heb wel de nieuwe kaarten, maar verder eromheen heb ik niet echt lekker iets. Dat is wel een beetje fucked up. Maar we gaan gewoon weer via 2 kanten aanvallen. Ik denk dat dat op zich wel een ziek goede tactiek is om op deze manier aan te vallen. Gaan we verder doen. Ik kan even... Dat doen we hier. Goblin. Dan gaan we nu even volop via deze kant. Ik kan hier even een sneeuwbal doen.
doen we hier ook nog even gunstelingen bij neerzetten. Dan hoop ik dat we daar nu even flink wat damage kunnen doen. Nee, helaas. Nee, we kunnen niet veel flink damage doen. Hier even een ijsgolem neerzetten om die Valkyrie een beetje af te leiden. En dan moeten we zo meteen toch een van zijn torens neer gaan halen. Want we lopen nu wel redelijk achter de feiten aan. Dit ziet er niet al te best uit. Die Valkyrie, die... Ja, weet je wat, daar laat ik hem nu even bij. Dan gaan we nu even vol via deze kant. Zetten we hier even gif neer. Doen we hier ook nog even een sneeuwbal. Bats, die... Ah, kom op, haal zijn toren daar links neer. Nee, dat gaat net niet gebeuren. En hij heeft mijn toren wel neer. Oké, dat is een beetje fucked up. Wat gaan we verder doen? Ik zal hier even een ridder neerzetten. En dan zet ik hier ook nog Goblin Bender. Zetten we hier nog gunstelingen bij neer. En dan gaan we hier gewoon weer in de aanval. Want ik moet natuurlijk wel zijn toren neerhalen. En dat is wel belangrijk, want anders gaat het sowieso niet lukken. Maar hij heeft nu al mijn toren ook al neer. Oké, we hebben in ieder geval één toren neer. Dat gaat nu gebeuren. Dus dat is in ieder geval een klein beetje chill. En dan gaan we nu nog even gewoon proberen die andere toren ook neer te halen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het alsnog gewoon proberen. Gif neerzetten. Zetten we hier gunstelingen bij neer. Doen we nog een ijsgolem. Denk niet dat het gaat lukken hoor. Maar het was gewoon het proberen waard. Hier een ridder, om die daar even af te leiden, was nog net op tijd. Maar we hebben helaas verloren. Het laatste potje ging niet al te best. Dat is wel jammer. Maar we hebben de eerste twee potjes wel dik gewonnen. Maar ik ga trouwens niet deze hele uitdaging doen. Vind ik een beetje overbodig. Maar ik ga hem voor mezelf gewoon lekker uitspelen. En dan zie ik wel hoe ver ik weet te komen. Mocht ik die magische kist nog kunnen halen, dan zie je nu sowieso die video nog wel verschijnen met die kist. Maar mocht ik het niet halen, dan weten jullie dat. Want dan gaat die video niet online komen. Maar dat was het in ieder geval voor deze video. Dan hoop ik dat jullie hebben genoten. Dus ja, vergeet natuurlijk allemaal niet massaal dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes. En we gaan binnenkort dus al deze aanbiedingen kopen. Maar dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bows Army. Yeah!